VHP-parlementariër Chandrika Persat Santokhi is de mening toegedaan dat er nauwelijks leiderschap wordt getoond in deze tijd. Ik merk daar weinig van, zei hij gisteren in de Nationale Assemblée bij de voortzetting van de behandeling van de suppletoren begroting. Hij geeft aan dat het land vooral draait om leningen, maar dat er niet wordt gesproken over hoe de aflossingen zullen plaatsvinden. De inflatie behoort tot een van de hoogste in de wereld, zegt Santokhi. En de koers stijgt omdat de aanpak niet professioneel is. Importeurs hebben het verschrikkelijk moeilijk. En bij ambtenarenapparaat, voorzitter, is er een broodvrees. Er is een beleid van rancune, wat steeds merkbaar is, intimidatie. Vooral als mensen willen opkomen voor hun rechten. Mensen willen meedoen aan een protestactie om het beleid beter op spoor te brengen. Maar dan zie je een stukje intimidatie, voorzitter. Voor gezondheidszorg is er net door een andere spreker al voldoende gezegd, voorzitter. Het probleem van de medicijnenvoorziening. De kinderen die hun studiekosten niet kunnen betalen, voorzitter. Voorzitter, we weten allemaal dat het heel moeilijk gaat. En de burgers die hebben nog geen zicht dat het beter zal gaan. Hun trots is afgepakt door een regeerbeleid, voorzitter. En dan kunnen we zeggen, al deze zaken waren voorzien, voorzitter, met goed leiderschap, met goed bestuur. Besturen is vooruitzien. Maar de vraag is, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En enkele sprekers hebben dat ook gezegd. En als je mij vraagt, voorzitter, is het grootste probleem en de grootste oorzaak, namelijk dat we op dit moment een leiderschapsprobleem hebben. Een crisis vraagt om crisismanagement, zei Santokhi. NDP-parlementariër Sylvana Afonsua vraagt wat de regering doet ten aanzien van de gezondheidszorg. Vooral omdat de gezondheidszorg een belangrijke pijler van de samenleving is. Voorzitter, vorige maand hebben de ziekenhuizen een voorschot gehad van Assuria voor 2 tot 3 maanden. En hiermee hebben ze de vakantietoelagen en de salarissen uitbetaald aan hun personeel. Gelukkig maar, voorzitter. Want het gehuil van het ziekenhuispersoneel elke eind van de maand, voorzitter. AZ niet zozeer, diakonessenhuis niet zozeer, maar voorzitter, slans dat mensen pas den derde van de maand hun geld krijgen, moet stoppen, voorzitter. Een gestrest verplegend personeel of ziekenhuispersoneel, voorzitter, hebben we niet nodig en kunnen we niet accepteren in het ziekenhuis. Als ze een fout maken, voorzitter, kunnen zij dat niet meer gaan lakken. Laten we echt voorzichtig omgaan met de mensen in de ziekenhuizen, voorzitter. NDP-parlementariër Sylvana Afonsua was dat. Ze sprak over de gezondheidszorg bij de voortzetting van de behandeling van de suppletorenbegroting gisteren.